Stamppersoon is een kleine organisatie en we bieden eigenlijk een creatieve chill-out aan op festivals. En wat wij proberen uit te stralen naar de bezoekers is dat ze zeg maar, sowieso op een chill-out komen op een evenement. Want we vonden eigenlijk dat de chill-out een beetje aan het verdwijnen was op dancefeesten en evenementen. En dat wilden we graag terugbrengen en er moest tegelijkertijd een soort van creatieve vrijplaats zijn. Waar je een beetje je alter ego kunt stappen. Dus dat je even totaal iemand anders kan zijn of jezelf keer 10, zeg maar. Bij Suna Indoor komen wij met een grote groep vrijwilligers en wij bouwen daar de zomer naar. De zomer was bagger en we gaan nu voor een veel vettere, veel dikkere zomer. Op het balkon in de Sumbawa-zaal. We gaan hele mooie dingen neerzetten waar mensen heel veel interactief mee bezig kunnen zijn. Spelletjes, je kunt gamen, we hebben springkussens, een ballenbak, je kunt het gek niet bedenken. Bij ons is het... Trek gewoon echt je allerlekkerste zomerste outfit aan. En kom lekker bij ons een ijsje eten en lekker hangen en gekke spelletjes doen. Iedereen die heeft de zomer gemist, je kunt bij ons gewoon de revenge krijgen. Lekker chillen in de groene oase. Wil je even afkoelen, ga je naar de ijsbar. Je haalt een smoothie, je haalt een ijskoffie, waterijsje. Je foto laten nemen voor een hele mooie backdrop. Postcard schrijven naar je moeder. Je kunt gewoon lekker tot rust komen. De chill-out is vaak een ondergeschoven kindje. Wij brengen het terug naar hoe het wezen moet.